Dorpskerk Leur. Leur is een van de kleinste dorpjes in het land van Maas en Waal. Dit gebied behoorde in de middeleeuwen tot het aartsbisdom Keulen. In Leur staat een bijzondere hervormde kerk, deels romaans, deels gotisch. Zoals vele kerken is ook deze gepositioneerd in de west-oostrichting. De toren staat in het westen en het koor in het oosten. De dorpskerk, uit einde 13e eeuw, ligt op een verhoogd en door eikenbomen omringd kerkhof. Op diezelfde plek heeft voorheen een romaans kerkje uit de 12e eeuw gestaan, dat weer een oorspronkelijk houten katholieke kerkje verving die er stond rond 1100 na Christus. De kerktoren, met een iets scheve spits, is gebouwd rond het jaar 1260. En pas begin 16e eeuw is het hogere laatgotische koor toegevoegd. Tegen de zuidgevel bevindt zich de grafkapel van Gerrit Willem van Balveren. Later die eeuw bouwden ze het bakstenen schip eraan. Deze komt uit 1752. Gerrit Willem werd slechts 39 jaar oud. Hij was de eerste heer van dit geslacht in Leur. Het torenportaal deed dienst als dorpsgevangenis. De ingang naar het schip was daarom dichtgemaakt. Hierdoor gebruikten de kerkgangers de noordelijke ingang. In het koor staat een hardstenen doopvont uit de vroeg 13e eeuw. Het sacramentshuisje, in de vorm van een kastje in de koormuur, stamt uit de 16e eeuw. De muurschildering komt ook uit die eeuw. De preekstoel is uit de 18e eeuw. Ook bijzonder in het koor is de gedenksteen aan de watersnood van 1799. In 1903 plaatste men er een kabinetorgel, gebouwd rond 1875. Het pijpwerk is een paar honderd jaar ouder. Het orgel was een geschenk van baron W.E.J. van Balveren. Middels restauratie in 1911 zijn diverse schilderingen tevoorschijn gekomen en men vernieuwde de glas- en loodramen. De kerk was, zoals zovelen in deze streek, katholiek. Medio 1550 kwam de kentering. De protestanten kregen het voor het zeggen. Ook de beeldenstorm van 1566 deed Leur aan. In het begin van de 80-jarige oorlog, die in 1568 begon, bleef de bevolking trouw aan het katholieke geloof. In 1607 kwam het tot een wapenstilstand en kreeg de reformatie ruim baan. Een predikant werd het hoofd van de kerk. In 1610 werd de kerk officieel protestants. Pas rond 1800, door de komst van de Fransen, werden katholieken gelijkwaardige burgers. Naast de kerk staat een heuvel. Waarschijnlijk is het een motte, een kunstmatig opgeworpen heuvel waar een houten burcht op stond. Mogelijk is de motte aangelegd in de 11e eeuw. Later is de heuvel gebruikt als Vlietberg. Dat is een vluchtplek voor de mensen en vee tijdens overstromingen. De 31 meter hoge toren met twee kerkklokken, waarvan de grootste uit 1949, is goed te beklimmen. De ladders zijn stevig, maar niet iedereen is even stoer. Schiet nou eens op, de koffie wordt koud!